Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Naswerkt. Samuel Wijsa, je hebt 4-5 maanden geleden al je contract getekend, maar je bent nu echt begonnen bij NEC. Hoe voelt het? Ja, goed. De eerste paar dagen zijn goed bevallen, dus ja, ik ben blij om hier te zijn. En wat is dan het grootste verschil? Qua team, zeg maar, ja, op het veld is het, ja, natuurlijk gaat het allemaal net wat sneller dan bij Roda. Maar dat is denk ik ook normaal en daarom heb ik ook hiervoor gekozen. Dus ja, daar word je alleen maar beter van. Kan jij jezelf kort voorstellen? Wie is Samuel Wijsa? Ja, ik ben Samuel Wijsa. Dus ik ben 19 jaar oud. Ik heb heel mijn leven eigenlijk bij Roda gespeeld. En ja, nu heb ik de stap gemaakt naar NEC en daar ben ik wel blij mee. Ja, waarom? Ja, het plan wat ze met mij hadden was gewoon heel erg overtuigend. En ja, ik denk dat dit een mooie vervolgstap is van wat ik gedaan heb bij Roda. Dus dit is denk ik een mooie club als vervolgstap. En ja, dat is denk ik de reden waarom ik hiervoor heb gekozen. Ja, je hebt 14 jaar bij Roda JC gespeeld, als ik me niet vergis. Dat is echt heel lang. Hoe voelt het om ineens een ander shirt te dragen? Ja, is natuurlijk wel raar, maar ja, het wens ik ook. Ik bedoel, ik ben ook goed opgevangen door iedereen hier. Dus ja, in dat geval denk ik wel dat ik een goede keuze heb gemaakt. Zijn er dan ook spelers met wie je nu al veel optrekt? Ja, eigenlijk wel met iedereen wel. Dus het is nog niet echt een specifieke speler, maar ik denk dat ik met iedereen wel goed optrek. Wat wil jij gaan toevoegen aan het team? Wat zijn jouw kwaliteiten? Ja, ik denk toch met diepte die ik in het spel heb en creativiteit die ik kan toebrengen aan het team. En ja, ik kan ook op de teampositie en op de rechtsbuiten, dus ik kan op 2 posities uit de voeten. En ik denk dat dat ja, belangrijk is voor het team. Ja. Heb je ook een favoriete positie? Ja, het liefst speel ik denk ik dan toch op de rechtsbuiten. Ja. En waarom? Ja, ik weet niet, dat ligt me gewoon lekkerder. Ik bedoel, ja, op de 7 positie kom ik ook vaak, zeg maar, aan de binnenkant spelen. En dan kan ik vanaf daar ook mijn ruimte zoeken. Dus maar het ligt dan maar net waar de trainer mee nodig heeft. Ja. Wat wil jij gaan bereiken bij deze club? We willen natuurlijk Europees voetbal halen. Ik denk dat dat ons doel is voor dit seizoen. En ja, mezelf, ik wil natuurlijk mezelf laten zien hier. En ik wil in de baas staan. Daarom ben ik hier gekomen natuurlijk. Ja. Afgelopen seizoen heb je hier in de beker gespeeld, als ik me niet vergis. Hoe was toen jouw indruk van de sfeer in het stadion, van de fans? Ja, ik kwam hier natuurlijk als Roda-speler in die bekerwedstrijd. Dus ja, ik heb daar niet zoveel meer van meegekregen. Ik bedoel, maar mijn moeder zei wel, toevallig, van, dat die sfeer in het stadion wel heel goed was. Zij ziet dat natuurlijk beter en hoort dat natuurlijk beter als ik in het veld. Maar ja, tuurlijk, het was wel een mooie wedstrijd om hier te spelen, zeker. Ja. Want jouw moeder was toen ook in het stadion? Ja, klopt. Zij volgen jou overal? Ja, mijn ouders, familie volgen me overal, ja. En die zijn dus ook belangrijk? Ja, tuurlijk. Ik denk dat dat de belangrijkste personen zijn in je leven. Ik denk dat ze vorig jaar elke wedstrijd hebben gezien in het stadion. Oké, kijk aan. Mooi. Wat weet jij eigenlijk al van de club NEC? Ja, niet zoveel. Ja, nee. Ik heb natuurlijk vorig jaar wel, sinds ik hier heb getekend, wel wat meer gevolgd. Maar ja, ik ben eigenlijk niet zo heel bekend met de club. Nee, maar je toont hier wel betrokken, want ik heb je een paar keer gezien bij wedstrijden. Volgens mij bij de bekerfinale was je ook. Ja, klopt. Bekerfinale, Fortuna uit was ik er. Hier ook de play-offs wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dus ja, ik heb wel een paar wedstrijden dat ik echt gewoon in het stadion was, zeker. Ja, en wat zag je dan op het veld? En natuurlijk een ploeg die gewoon wilt voetballen en ik denk dat dat mij ook heel erg ligt. Daarom heb ik hiervoor gekozen. En een ploeg die ook hoog wil druk zetten en ik denk dat ik dat ook heel goed kan. Dus ja, eigenlijk wat in principe een beetje hetzelfde is als bij Roda vorig jaar. Ik denk dat die overeenkomsten in grote lijnen wel hetzelfde overeenkomen. Ja. Tot slot, je hebt net een shirt ondertekend. Die is voor de fans. Wat moeten ze doen om hem te winnen? Ja, klopt. Die kunnen zich aanmelden op de NEC-site en dan verloten wij hem. En ik zou zeggen, meld je aan.